In het kader van het Export Readiness Programma heeft het Surinaams Business Development Center, SBC, een werkarm van het Suriname Business Forum, SBF, vandaag een closing workshop gehouden in de Lalaroek Conference Room. Dit is gedaan in samenwerking met de Caribbean Development Bank, CDB, die voor de financiering heeft gezorgd. De closing workshop getiteld de Caribbean Technological Consultancy Services, CTTCS, Surinaamse constructie, is een programma van de Private Sector Development Division van de CDB. Het is een netwerk van regionale en nationale instituten, laboratoria, bedrijven en consultants. Dit netwerk heeft als doel de private sector te versterken middels het creëren van connecties tussen ondernemers met technische ervaring die consultancy-diensten en assistentie behoeven. Het SFB is officieel ingesteld als de hub voor dit programma in Suriname. Volgens Ferdinand Welzijn, voorzitter van het SBF, zijn de ondernemers die geparticipeerd hebben aan dit programma gereed gemaakt voor het exporteren naar het Caribisch gebied. Er is een missie geweest, de contacten zijn gelegd, er wordt geëxporteerd. Bedrijven hebben obstakels ervaren en deze workshop is bedoeld om te evalueren en samen na te gaan op welke wijze kunnen we die obstakels die ze hebben ervaren overwinnen. Dus aan het eind van de dag, dan weten de bedrijven die in de afgelopen periode hebben geëxporteerd, precies op welke wijze zij verder kunnen gaan. En dat kan ook een voorbeeld zijn voor de bedrijven die verder willen exporteren, om daaruit te leren en meer te doen. Oké. Ferdinand Welzijn, voorzitter van het Suriname Business Forum, SBF. Volgens Siglien Burleson, minister van Handel en Industrie, kunnen ondernemingen die nog niet geparticipeerd hebben een toeleverancier zijn voor de exporterende bedrijven. Dit gaat een voldoening zijn voor het ministerie, zegt de bewindsvrouw. Omdat wij proberen te bevorderen dat bedrijven met elkaar gaan samenwerken. Niet alleen om de volumes te halen, maar ook om technologie uit te wisselen. Je moet tegenwoordig gecertificeerd zijn. Je moet een farm hebben of een boerderij of een slachthuis die aan standaarden voldoet. Zeker wanneer het gaat om voedingsmiddelen. En het is dus belangrijk dat die investering wordt gepleegd. Maar wanneer die investering er eenmaal is in één bedrijf, is het mooi als de anderen als toeleverancier samenwerken, zodat we maximaal gebruik maken van de investering die ook de private sector en soms de publieke sector al gepleegd hebben. Dus samenwerking is ons devies. Wij willen dit graag als een model zien en we hopen inderdaad dat het heel veel navolging zal verdienen. Siglien Burleson, minister van Handel en Industrie. Onze nieuwsdienst sprak haar vanmorgen bij de closing workshop in het kader van het Export Readiness Programma.